Als ik mijn vriendin niet had gehad, dan had ik hier nou niet gezeten, denk ik. Daardoor ben ik aan de rechterzijde helemaal verlamd geweest. Ik kon niet eens meer rechtop in bed zitten, ik viel er gewoon om. Ik wil weer kickboksen. Daar ben ik 10 jaar geleden mee begonnen en dat beviel heel goed. Dat vond ik heel leuk. Maar ik heb daar nog wel een paar hordes te nemen, zeg maar. Ook qua angst, want het is toch, het zit toch in je hoofd. En ik ben toch wel een beetje bang geworden voor dat soort dingen. Wat als het nog een keer gebeurt?